Drie jaar lang is eraan gewerkt. Het op palen leggen van de wegen in Kanis. Alle wegen van het dorp zijn onder heid. Dat moet verzakkingen voorkomen. Kanis is gebouwd op veengrond. Een bodem die zo zacht is als een spons. Ja, dat was best een moeilijk project met een hoop uitdagingen. In het voortraject hebben we daardoor goed bekeken van hoe gaan we dat nou contract in de markt zetten. Wat laten we bijvoorbeeld aan ruimte aan de aannemer. We hebben ervoor gekozen om een bepaald ontwerp en na de hand samen met de aannemer te optimaliseren. Dus hoe dik maak je de vloer, hoeveel palen ga je neerzetten. In combinatie met de nutsbedrijven was dat best een uitdaging. Hebben jullie het wiel moeten uitvinden of heb je kunnen spiegelen aan wat elders in het land alles is gebeurd? Wij hebben het wiel niet zelf helemaal uit hoeven vinden. Want in Gouderak was al een keer zo'n constructie toegepast. En eigenlijk hebben wij het ingenieursbureau die daarmee aan de slag was, hebben we die persoon hebben binnen het projectteam gehaald. Zodat hij zijn kennis en zijn expertise kon inbrengen. En hebben we daar eigenlijk gekeken van joh, hoe is het daar gedaan? En wat voor verbeteringen zien we nog? Of wat zou anders kunnen? Waar ben je tegen aangelopen gedurende dat project? En dat hebben we eigenlijk gebruikt in dit project weer. Om te zorgen dat dit zou slagen. Zojuist een rondleiding in de Kanis, nadat er hier drie jaar hard gewerkt is om te voorkomen dat de wegen de komende 100 jaar nog zakken. U moet het met ledenogen hebben aangezien, want u was er eigenlijk tegen, hè? Ja, destijds wel. Het was toen een kostenbaatanalyse. Het is veel geld wat hierin gestopt is. Kijk, als ik nu het resultaat zie, dan zie je gewoon, hè, we hebben het over 100 jaar, het is voor 100 jaar weer goed. En dat andere projecten hebben die garantie niet. Met piepschuim bijvoorbeeld, dan heb je een aantal keren dat je dit soort investeringen moet doen, dat je misschien wel op hetzelfde bedrag komt. Maar toen ik als raadslid het besluit moest nemen, hikte ik wel tegen de grote som geld aan, dat zeg ik eerlijk. U heeft het project halverwege min of meer overgenomen van Arthur Bolderdijk. Maar u was al goed geïnformeerd, omdat u als dorpswethouder Kamerik onder de hoede heeft. Maar u was uiteindelijk toch wel betrokken geweest, omdat u de wethouder bent die overal de verkeersborden neerzet. Want er gaat hier wel wat veranderen op verkeersgebied, toch? Het wordt één richting verkeer in het dorp. Het dorp in, dat gaat via het pastorielaantje en dan het dorp weer uit. Staan de borden er al of houden de bewoners zich er gewoon niet aan? Want mensen die nu het pastorielaantje inlopen, die ziet dat een flink aantal auto's eigenlijk gewoon verkeerd omstaat. En die zijn er echt niet achteruit ingereden. Met andere woorden, gaat u hier op controleren? Ik moet zeggen dat ik hier net het ook zag. Daarom is het goed om hier ook te lopen en te fietsen. Ik wil hier ook gewoon even met de bewoners en met de mensen die echt in het gebied werken, wil ik geadviseerd worden om te kijken hoe we hier mee omgaan. Want het viel mij net ook op. Maar ik had hier tot nu toe geen geluiden gehad. Wel over het parkeren hier. Hè, dat als hier geparkeerd wordt, dat de weg te smal is. Daar bij de pastorielaan, dat de mensen de bocht niet meer kunnen nemen. Nou, daar komt echt een parkeerverbod voor. Daar hebben we direct opgepakt. Hier heb ik nog geen signalen gehad. Er wordt vanuitgegaan dat er de komende 100 jaar niets aan de wegen hoeft te worden gedaan als het om verzakkingen gaat. Dat zou de kosten van het project van 10 miljoen euro dubbel en dwars waard maken. Het dorp Kanis ligt er inmiddels weer strak bij. Jammer dat een glasvezelaanbieder straks de straten weer openmaakt om glasvezelkabel aan te leggen. Een klus die de gemeente Woerden niet kan tegenhouden en die ondanks aandrang van de gemeente ook niet eerder kon worden uitgevoerd.